Ik ben Lotte, ik werk bij Mind als beleidsadviseur en daarnaast werk ik voor FNO als senior programmasecretaris. Mijn werk voor Mind houdt in dat we een alliantie voor mentale gezondheid aan het oprichten zijn. Dat doen we samen met de Hersenstichting, dus een andere gezondheidsfonds. En met elkaar en de andere gezondheidsfondsen willen we heel graag dat er in 2040 een gezonde generatie is. En een van de onderdelen daarvan is dat jongeren ook mentaal gezond opgroeien. Ik denk dat corona nu op iedereen impact heeft. Dus dat er heel veel mensen aan het worstelen zijn met van hoe blijf je je nou mentaal oké voelen en wat kan je doen om lekker in je vel te blijven zitten. Enerzijds zeg maar doe je vaak dingen en dat heb ik zelf ook wel van als je even niet lekker voelt van wat kan je dan gaan doen. En dan zijn er een heleboel dingen die je normaal gesproken doet. Zoals even lekker bewegen of misschien vrienden zien of ergens een kopje koffie drinken. Dat kan gewoon niet meer. En dat is heel lastig als dat net iets is wat jij nodig hebt om je gewoon weer oké te kunnen voelen. En daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel jongeren met een psychische kwetsbaarheid die in de zorg hebben. En een heel groot deel van de zorg is er even niet meer of op een andere manier. Dus sommigen hebben bijvoorbeeld een dagbesteding of iets in een groepsactiviteit dat niet meer door kan gaan. Of misschien wel gewoon gesprekken met je hulpverlener. En in het begin is er heel snel overgegaan op dat het allemaal telefonisch werd of beeldbellen. En dat kan best wel voor een deel van de mensen werken, maar voor een heel groot ander deel is het ook wel lastig dat die persoonlijke contacten wegvallen. En het is toch ook heel anders om met iemand te praten, bijvoorbeeld je psychiater via de telefoon, dan hem echt zo in een persoonlijk gesprek te zien. Samen met FNO hebben we een programma opgezet voor jongvolwassenen met psychische klachten. Dat betekent dat er de aankomende 5 jaar geld beschikbaar is om projecten te financieren. En daarmee aanvragen te kunnen doen, onderzoek te kunnen doen. Die ervoor helpen dat jongvolwassenen met psychische klachten beter en krachtiger mee kunnen doen in de maatschappij. Dat klinkt nog heel abstract, maar in de praktijk betekent het dat we kijken naar een stukje preventie. Dus wat kunnen we doen aan preventie voor jongvolwassenen die psychische klachten hebben. En aan de andere kant kijken we naar als je al psychische klachten hebt. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je op school kan blijven meedoen of naar je werk kan blijven gaan of de mogelijkheid hebt om vrienden te ontmoeten. Dus dat is een programma die dit jaar van start is gegaan. Waarbij voor de aankomende 5 jaar 12 miljoen beschikbaar is om dit soort initiatieven te versterken. Preventie kan er op verschillende manieren uitzien. Wat we nu als voorbeeld in ieder geval hebben, is dat je merkt dat jongeren en jongvolwassenen het moeilijk vinden om aan te geven dat het mentaal gezien wat minder goed met ze gaat. En dat ze vaak heel lang wachten tot ze de stap zetten, bijvoorbeeld naar een huisarts. Dus we willen in het land initiatieven financieren die ervoor zorgen dat jongeren eerder in beeld komen. Dus dan moet je denken aan inloophuizen waar je naartoe kan gaan en misschien lotgenoten kan ontmoeten. En daarbij al vragen kan stellen over je mentale gezondheid zonder dat je al helemaal officieel in de zorg zit. Dus misschien heb je wel eens een keer een stem gehoord en maak je je zorgen over wat dat betekent. Of misschien pieker je heel veel of voel je je wel eens angstig. Via dit programma Geestkracht wil FNO ervoor zorgen dat er op meerdere plekken in het land voorzieningen zijn waar je naartoe kan gaan. Ja, nou, met mij gaat het op zich wel oké. Mijn man die is een week ziek geweest en ze denken dat hij corona had. En ik merkte wel dat dat heel veel impact had op mijn eigen mentale gezondheid. Want er kwam meteen zoveel stress bij en onzekerheid. Hij werd niet getest omdat hij niet in een risicogroep valt. Dus je weet ook niet zeker of het corona is. Maar je leest in de media zoveel over halen over hoe erg het kan zijn. En als het weer een paar dagen beter kan, dat het bijvoorbeeld weer terug kan komen. Dus ik merkte dat ik echt een beetje aan het piekeren was en me angstig kon voelen over wat me te wachten stond. Je zit meteen in je hoofd, zeg maar, ben je al bij het punt dat hij op de intensive care ligt, bij wijze van. Dus ik vond het in die periode, juist omdat je dan ook geen andere mensen in je huis kan hebben. Dus wat dat betreft ben je iets meer alleen voor. Ik vond het echt lastig de eerste paar dagen om daarin een soort van mijn draai te vinden en het met de kindjes luchtig en gezellig te houden. En niet te veel te gaan nadenken over wat ons als gezin misschien te wachten stond. Mijn kinderen zijn 4 en 6 en zij
hadden niet echt goed door wat er aan de hand is. We hebben het natuurlijk wel op een kindervriendelijke manier uitgelegd over het virus. En dat papa even ziek was en dat betekent dat ze niet met vriendjes en vriendinnetjes konden afspreken. En ik had iets gedaan van, ik dacht, hoe moet ik ze nou uitleggen wat besmettelijk is? Want dat is best wel een abstract begrip, toch? En ik had chocoladevla in huis, dus ik had zeg maar chocoladevla op mijn handen gedaan. Dus ik had wel verteld van, oké, kijk, weet je, als we elkaar een handje geven, heb je ook chocoladevla op je handen. En toen moest dat andere kindje, zeg maar, dan mijn andere dochter ook een handje geven. Dus ik zei, kijk, zo geven we elkaar allemaal chocoladevla. Om een beetje te laten zien van hoe dat nou werkt. En dat zat wel af en toe in hun hoofd van, ja, we willen geen chocoladevla aan andere kinderen geven. Dus dat werkte wel tot het moment dat Leon weer beter was. En dan moet je eigenlijk nog steeds, voor de zekerheid, hadden wij in ieder geval voor gekozen om dan nog 2 weken binnen te blijven. Maar tegen de tijd dat Leon gewoon weer oké was, was het voor hen wel moeilijker om te begrijpen dat ze toch nog niet met vriendjes konden afspreken of niet naar neefjes konden gaan. Dus dat vonden ze wel een lastige periode. Dus dan vraag je best wel veel begrip van je kinderen en ook een soort van, zeg je dat, empathie, liefde voor je omgeving, dat je die niet ziek wil maken. Dus daarin heb ik ze wel, ja, door deze tijd vraag je wel veel van ze. Ik denk op mijn eerste vrije dag, ik zou heel graag mijn zus weer willen zien en de neefjes. En dat willen mijn dochters ook het allerliefste. En tegelijkertijd denk ik ook aan 2 vriendinnen van mij. Want 1 vriendinnetje is begin maart bevallen en die heeft haar babytje nog aan niemand kunnen zien. En dat vind ik natuurlijk ook wel jammer. En een ander vriendinnetje van mij is zwanger en die heb ik ook nog nooit kunnen zien sinds ze zwanger is. Dus dat zijn toch wel van die speciale gebeurtenissen in het leven waarvan je hoopt dat de maatregelen op tijd genoeg weg zijn, zodat ik hen nog even kan zien met klein kindje of dat ze zwanger zijn, omdat het niet een periode is die terugkomt.